Marlène Dumas is geboren in 1953 in Kaapstad. In 1973 verhuisde ze naar Amsterdam. Sinds toen maakte Dumas collages die gecombineerd worden met afgeknipte foto's, tekst en tekeningen. Het thema dat Dumas het meest in haar werken gebruikt zijn tegenstellingen. Dit komt door de tijd van de apartheid in Zuid-Afrika die haar geïnspireerd heeft. Tekeningen en aquarellen vormen een belangrijk deel van het werk van Dumas. Het zijn voornamelijk figuren en portretten die direct en met grove lijnen gemaakt zijn. Verder gebruikt Dumas dikwijls de collagetechniek. Later werd het werk meer expressionistisch en soms zelfs stripachtig. Vaak ging het dan om spottende commentaren op de kunstkritiek. Ook weer andere werken kenmerkten zich door de vloeiende vormen en de verdunde inkt. Het werk van Dumas gaat vaak over spanning tussen kijken en bekeken worden en over het probleem van interpretatie. Exotic Lingerie is gemaakt in 1983 en is kenmerkend voor Dumas door de grove lijnen en de stripachtige compositie. Met dit werk wil Dumas laten zien dat het perfecte lichaam van vrouwen niet het belangrijkste moet zijn voor mannen, maar dat ze ook een eigen stem willen hebben. Erik Andries is geschilderd in 1983 en is kenmerkend door de gemengde techniek die Dumas hier gebruikte. Een combinatie van inkt, krijt en waterverf was een van haar nieuwste technieken in die tijd. The Teacher is een in 1987 geschilderd schilderij dat volledig uit olieverf bestaat. Dit schilderij is kenmerkend omdat het voor Dumas gebruik een vrij vloeiend schilderij was met vloeiende vormen. Black Drawings, dat tussen 1991 en 1992 geschilderd werd, geeft een ander kenmerk van Dumas haar werk weer, namelijk de collagetechniek in combinatie met het werken met inkt. Als laatste maakte Dumas Blindfolded in 2002. Dat bestaat uit een serie portretten van geblinddoekte Palestijnse mannen en geeft zo ook hen een gezicht in de wereld. Dit werk is meer gedetailleerd, wat weer een ander kenmerk was van Dumas. Wij vinden Dumas een zeer goede kunstenares omdat ze veel verschillende technieken gebruikt om de dagelijkse niet veel besproken problemen weer te geven en ze de mensen de kans geeft om haar werk op verschillende manieren te interpreteren.